En dan heropen ik nu de vergadering, zodat we de uitslag kunnen vaststellen naar de tweede stemronde. Ik geef daartoe het woord aan de voorzitter van het stembureau, de heer De Hoop. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn in totaal 148 stemmen uitgebracht. Er staan ook 148 leden op de presentielijst vermeld. Voorzitter, er zijn 146 geldige stemmen uitgebracht. De volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen is dan 74. Voorzitter, er zijn 75 stemmen uitgebracht op de heer Bosma. Ik ga u zo dadelijk uiteraard van harte feliciteren, maar we maken nog even toch ook het hele gedeelte af. U was gebleven, meneer De Hoop. Ik was gebleven bij de 75 stemmen die uitgebracht waren op de heer Bosma. Dan zijn er nog 66 stemmen uitgebracht op de heer Van der Lee. En er zijn 5 stemmen uitgebracht op mevrouw Kamminga. Dank u wel, meneer De Hoop, en dank ook aan de leden van het stembureau. Aangezien de heer Martin Bosma de volstrekte meerderheid heeft behaald, is hij gekozen tot voorzitter van deze Kamer. Ik moet ook nog even officieel zeggen dat de leden van het stembureau, dat ik ze uiteraard bedank, maar dat ze hiermee ook ontheven zijn van hun functie. En dat gezegd hebbende, nodig ik uiteraard de heer Bosma uit om naar voren te komen, zodat ik de voorzittershamer aan hem kan overhandigen en hem ook in persoon kan feliciteren. Om te beginnen wil ik een hertelling. Ja, hier had ik ook niet op gerekend. Ik wil Tom bedanken voor zijn geweldige kandidatuur. En het was een eer en een genoegen om van hem te mogen verliezen. De Nederlandse Vereniging van Mensen die geboren zijn in juli 1964 hebben zich weer even danig laten gelden vandaag. Bedankt Tom, ik wil Rolien bedanken. Die geen kandidaat was, maar terecht toch veel stemmen kreeg. Geweldige tijdelijke voorzitter. Ooit toen ik het was. Ooit toen ik het was, toen bedankte Arie Slob me. En die zei, het waren 4 fantastische dagen. En het waren geweldige dagen. Ik wil mijn bescheiden overwinning opdragen aan heel veel PVV'ers die de afgelopen 20 jaar een prijs hebben moeten betalen voor het feit dat ze PVV'er zijn. Ze zijn ontslagen,
hebben problemen gekregen op hun werk, kregen de promotie niet, hun kinderen niet opgesteld bij de sport soms. Er zijn hele vervelende verhalen van bekend. Mijn overwinning wil ik graag aan hun opdragen, maar er is niemand die een grotere prijs heeft betaald voor zijn idealen. Dat is Geert Wilders. En ik wil hem bedanken voor alles wat hij de afgelopen 20 jaar voor ons heeft gedaan. Ten slotte. Ik wil iedereen bedanken die op mij gestemd heeft. Mensen die niet op mij gestemd hebben, zullen dat nog merken bij de verdeling van de spreektijden. Nee, geintje. Het voornemen is, politiek is een ernstige zaak. Politiek is een ernstige zaak en het gaat over heel veel dingen en heel veel belangen. Maar we moeten ook, het Kamerlidmaatschap is tegenwoordig nog maar heel kort, we moeten ook met z'n allen een beetje lol hebben de komende tijd dat ik hier mag zitten. Dus laten we alsjeblieft een beetje lol hebben en naast al het serieuze werk ook een beetje gein trappen op z'n tijd. Mijn goede voornemen is om in ons jubileumjaar de Kamerdag te openen met een mooi gedicht. En daar wil ik vandaag een aanvang mee maken en meteen ook de boel sluiten vandaag. Want, ja, en dat kan eigenlijk geen toeval zijn, vandaag 100 jaar geleden is Gerard Reve geboren. De grote volksschrijver. En ik wil graag deze zitting besluiten met een gedicht van hem dat toepasselijkerwijs heet Dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt zoals ik u. Ik sluit de vergadering. Go!